Hoe kijk jij naar die formatie? Ja, het duurt lang. We hadden het net over de begroting van Den Haag. Nou, daar staat het water ons aan de lippen. Eigenlijk is de begroting uitgehold. En we hebben snel duidelijkheid van het Rijk nodig. Bijvoorbeeld over de jeugdzorg. Ja. Vaak ligt bij de gemeente, maar we komen geld tekort. Nou, dat is nu eenmalig gecompenseerd, maar dat willen we eigenlijk van jaar op jaar. Structureel, zoals dat heet. Nou, er moet duidelijkheid overkomen van het Rijk. Dat geldt ook voor de bijstand. Den Haag krijgt te weinig geld van het Rijk om bijstandsuitkeringen te betalen. Ook daar moet duidelijkheid overkomen. Dus we hebben belang dat er een kabinet komt dat ook gelijk de goede dingen doet voor onze stad. Ja, nu gaat dat puur over de gemeente. En jij als VVD'er, wat vind jij dat er moet gebeuren? Ik vind dat partijen om tafel moeten gaan. En op een gegeven moment, niemand heeft in Nederland de absolute meerderheid. Dus je zal altijd samen eruit moeten zien te komen. Nou, het wordt tijd dat partijen dat gaan doen. En ik heb met verbazing gekeken hoe er werd uitgesloten. En hoe er wordt gesneerd. Soms heb je mensen die slecht tegen hun verlies kunnen. Maar een bepaalde lijsttrekker kan ook niet heel goed tegen haar winst. Om het maar vriendelijk te zeggen. Dan heb je het over Sigrid Kaag. Je moet er overheen. Je moet samen het land gaan besturen. Nou, dat heb ik zelf ook in de Kamer gedaan, in allerlei coalities. Maar je moet vooruit, want niemand heeft de absolute macht in Nederland. Is soms misschien maar goed ook, maar dan moet je compromissen sluiten in het belang van het land en dan aan de slag. Maar dat zou je toch ook kunnen zeggen over het CDA? Het CDA dat bij de verkiezing heeft verloren en uiteindelijk wel een flinke vinger in de pap heeft. Want die zegt gewoon, wij willen geen twee linkse partijen erbij. Nee, ik begrijp ook wel waar dat vandaan komt. Maar uiteindelijk zul je als partijen aan de slag moeten gaan. Maar waar komt het dan vandaan volgens jou? Nou ja, als je kijkt wie de verkiezingen hebben gewonnen, dan is dat de VVD, de grootste partij, en D66. Nou, dan moet je daarnaar kijken. Als ik naar de andere kant op kijk, maar dan ga ik me er toch weer mee bemoeien. Terwijl mijn voornemen was om me dat niet te doen sinds ik uit de Kamer ben. Kort gezegd, anders, je moet compromissen sluiten. Ja. Dat is Nederland.